Komt het nationaal? Mistbanken ontstaan. En morgen is er wat bewolking na een warme en zonnige dag met niet al te veel wind. Waarom moest Henk Simons eigenlijk het adres van Jaap hebben? Einde van dit journaal. Goedenavond. Ik vind het belangrijk dat hij het ook weet. Hier volgt een extra politiebericht. Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Sinds donderdagmiddag jongstleden wordt vermist de 4-jarige Vera ter Borg. Om 1 uur op de bewuste dag is zij voor het laatst gezien op het Oranjeplein in Lelystad, waar op dat moment een straatfestival aan de gang was. Het meisje was gekleed in een rood katoenen jasje met capuchon en een blauw spijkerrokje. Ze droeg hoge rode gymschoenen. Het meisje heeft halflang zwart haar. Om haar hals droeg ze een gouden schakelketting. Een ieder die Vera ter Borg na het tijdstip van de vermissing nog heeft gezien, of die inlichtingen kan verstrekken omtrent haar huidige verblijfplaats, wordt verzocht contact op te nemen met de politie in Lelystad. Nou, dat wordt weer een lawine van tips. En zoveel meisjes die er zo uitzien. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Doe het nou maar rustig aan, we hebben helemaal geen geld. Ik ben je opa niet. Dit zal de afdeling zijn. Nou, ziet er wel aardig uit. Bedoel je die verpleegsters? Nou, ben je niet een klein beetje blij dat er nou eindelijk eens goed naar je wordt gekeken? Ja, ik lig hier toch liever niet. Ja, er moest wat gebeuren. Met die benauwdheid kan je niet langer rondlopen. En het hoesten is toch ook niet normaal? Ze moeten me eerst eens vertellen waar die pijn in mijn borst vandaan komt. Je zult het rustig aan moeten doen, dat heb ik al zo vaak gezegd. Ja, hoe kan dat nou? In een garage moet toch gewerkt worden? Dan ga je toch in de ziektewet? Ja, en dan zeker de hele dag thuis zitten. Over een paar jaar ga je met de fut. En dan zit je ook thuis. Maar ik heb het er nog best naar mijn zin. Ik vind 30 jaar lang genoeg. Ga je toch lekker vissen? Nou, dan bouw je eindelijk die schuur een keer af. En dan moet het toch eerst beter zijn, want nou sla ik nog een spijker in een pakje boter. Ja, daarvoor zijn we nou juist hier. Voordat je het weet, ben je zo fit als een hondje. Ja, het zal maar duren. En hoeveel schepjes poedermelk in een fles? Heb je toch wel eens gedaan? Jij maakt de fles altijd klaar. Zet allemaal op de bus. Weet je hoe warm de melk moet zijn? Handwarm, wat het ook mag betekenen. En waar zijn de luiers? Die zijn bijna op. Wil je een nieuw pak kopen? Zo vreemd zijn, weer werken. Kan ook beter thuis blijven. Wie gaat er nou werken met een man en een kind in huis? Dag schat. Dag meisje van me. Oh, Lisa. Wat eten we vanavond? Mag jij beslissen. Oh ja. Dag schat. Dag. Zo, lig je lekker. Heb je niet wat chocola? Niks ervan. Dit is veel gezonder. Van chocola krijg ik maar aan je cholesterol. Hey, kijk nou eens. Ah. Namens de jongens van de zaak. Ze wouden hier zelf komen om je uit te deuken en door te smeren. Maar dat heb ik ze maar even uit de hoofd gepraat, hè? Alsjeblieft. Wat leuk zeg, van Studio Sport. Bedankt, Toon. En bedankt ook de jongens. Dat doe ik. Gaan ze met je doen? Half en alles. Een longfunctieonderzoek en nog zoiets. Een bronchoscopie. Ja, dan krijg je zo'n slang door je keel en dan ga je van kotsen. Ja, nou, hou maar op. Maar het moeten we helemaal, hè, want zo kom ik toch echt niet verder. Nee, zo is het. Joop, ik moet er vandoor. Joop, hou je haaks. Zeg, leuk dat je even langs van Toon. En nogmaals bedankt. Ben je gek? Kan ik jou misschien een lift geven? Nou ja, eigenlijk wel. Ik wou toch nog wat boodschapjes doen. Kan dat? Tuurlijk. Joop. Zo. Tot straks, hè? Ja. Dag. Dat is mijn baas. Toon Bartels. Zo'n vent staat altijd voor je klaar. Ken ik al 30 jaar.
Net zo lang als mijn vrouw trouwens. Aardige vrouw heb je. Heb je goed gezien? Ze is een lief mens, Thea. Gaat u mee, meneer Jacobs? Waar naartoe? We gaan het longfunctieonderzoek doen. Oh, nou. Dat moet dan maar. Zal ik meneer Jacobs niet van je overnemen, Erik? Je zit nogal vol, zie ik. Nou, is niet nodig hoor. Ik heb het onderzoek afgerond. Het is wel duidelijk wat er aan de hand is. Is de diagnose? Niet best. Hij moet de tol betalen van 30 jaar zware checkies. Waar zit het? Bronchisch carcinoom met metastase naar de pleura. Is het toch niet zinnig dat ik nog eens naar hem kijk? Ja, dat kun je doen. Maar waarom zou die man verder lastigvallen met onderzoek? Curatief kunnen we toch niks meer voor hem doen. Laat je hem naar huis gaan? Ja, zijn huisarts kan de pijnbestrijding doen. Weet hij het al? Nee, ik ga het hem zo vertellen. Dit soort kanker is toch wel te opereren, dokter? Ja, zeker. Het is alleen een behoorlijke ingreep. Haalt u mijn baarmoederhals helemaal weg? Ja, helaas wel. En waarschijnlijk ook een stukje van de vagina. Kan het niet op een andere manier? Ik ben bang van niet. Ik kom straks nog wel even om te praten. Weet u te lang? Nee. Het is zo vlug gegaan. Bij de eerste klachten was het mis. Heeft u kinderen? Nee. En geen vriend. Ik was ineens verdwenen toen ik dit kreeg. Als u... mag ik je zeggen? Als je met iemand over wilt praten, kun je dat altijd aan mij vragen. Dank je. Waar is de dokter? Dag dokter. Blijf ze maar zitten hoor. Heeft u iets gevonden, dokter? Ja, ik heb geen goed nieuws voor u. Ik kan het maar beter meteen vertellen. U heeft kanker. Kanker? Ja, in de longen. Zie je wel? Moet ik geopereerd worden? Nee, in dit stadium is dat niet meer mogelijk. We kunnen helaas weinig uitrichten tegen deze vorm van kanker. Maar wat moet er dan gebeuren, dokter? We zullen ervoor zorgen dat uw man zo weinig mogelijk pijn heeft. Is er echt niets aan te doen? Helaas, het spijt me. Maar dan... dan ga ik dus dood? Hoe lang heb ik dat, dokter? Daar kan ik moeilijk iets over zeggen. Een paar jaar? Daar moet je niet op rekenen. Ik laat u even alleen. Ik kom straks nog bij je terug. Sterkte. Dat kan toch niet, Joop? Ik kan het gewoon niet geloven. Ik had dat wel gedacht. Maar als je het hoort, dan schrik je toch. Ik weet het niet. Pijn blijft. Ja, rustig nou maar, rustig nou maar. Ik ben er toch nog. Ik heb alleen maar pijn op mijn borst, dat is alles. Misschien valt het allemaal wel mee. Ja, maar de dokter heeft ook gezegd. Ja. Tips binnengekomen? 23. Het rechercheteam trekt ze naar. Wat zijn het voor tips? De meeste tips zijn van mensen die menen Vera gezien te hebben. Er zijn natuurlijk ontzettend veel meisjes die op Vera lijken. Hoe lang duurt het voordat jullie alle tips hebben nagetrokken? Een paar dagen. Ik ben vanochtend gebeld door een mevrouw. Die zei dat ze wist waar Vera was. Maar ze zei niet waar?
Nee, maar ze komt het vanmiddag vertellen in de hal van MCW. Hoeveel vroeg ze? 25.000 gulden. Hoe weet jij dat ze geld vroeg? Komt vaker voor. Wist ze iets meer over Vera te vertellen dan in het politiebericht op de tv? Nee. Is dit iemand die misbruik maakt van de situatie? Waarschijnlijk wel. Ah, je weet nooit. Zo'n tip nemen we ook serieus. Ik ga er in ieder geval naartoe. Laatste. Zijn we rond? Oh ja, vergeet niet langs mevrouw IJsbrands te gaan. IJsbrands? Ja, mevrouw IJsbrands. Goed dat je dit zegt. Ja. Totaal vergeten. Kan ik iets voor je doen, mevrouw? Wilt u even zitten ergens? Mijn man heeft longkanker en er is niks meer aan te doen. Heeft u dat net gehoord? Dokter Koning. Ik begrijp het niet. 2 maanden geleden was er nog niks aan de hand. Is de man toen ook onderzocht? Longfoto's. Kan toch niet? 2 maanden geleden, zei u. En toen was er nog niks te zien. Sorry, dokter, dat ik zo moet huilen. Geef niet. Guus brengt u wel even naar beneden. Komt u maar. Sterkte, hè? Werk je weer hele dagen? Ja, ik zie wel hoe het gaat. Als je maar niet meteen overuren maakt. Nee, daar zorgen we wel voor. Zeg, Lisbeth, komt baarmoederhalskanker vaak voor bij vrouwen onder de 40? Nou, wat is vaak? Het komt nog alles voor, jammer genoeg. En heeft dit daar ook iets mee te maken? Zou kunnen, maar is niet waarschijnlijk. Deze vorm van kanker is vrij algemeen. Maar het zou kunnen. Er is onderzoek naar gedaan. En het desdochter heeft een grotere kans op baarmoederhalskanker dan andere vrouwen. Dat zie je wel. En hoe kan je dat constateren? Nou, dat is nogal lastig. Ook al omdat de medische dossiers van 30 jaar geleden meestal vernietigd zijn. Maar waarom vraag je dat? Ben je bang dat je het krijgt? Ja, dat wil ik nou juist even weten. Anke, ja. Controleer jij of Postma zich aan haar dieet houdt? Doet ze dat dan zelf niet? Mm-hmm. Nou, dat is de vraag. De diëtiste zag haar zakken snoep kopen in de winkel. Voor haar kleinkinderen, ja, zei ze. Sorry, mag ik even onderbreken? Anke, heb jij de uitslagen van Nitte Waard? Nog niet binnen. Ja, nou, wacht ik wel even, ja. Erik, weet je dat er 2 maanden geleden longfoto's zijn gemaakt van meneer Jacobs, waarop nog geen enkele afwijking te zien was? 2 maanden geleden? Mm-hmm. Nou, dat lijkt me stug. Hoe weet jij dat? Van zijn vrouw. Nou, er staat niks van in het dossier. Van wie heb je dat dossier? Ja, van de bedrijfsarts van die garage. Hoe heet die man? Bartels. Ik denk dat mevrouw Jacobs zich vergist. Kwart over 5. Nou. Gewoon wachten. Nou, ik wil wel voor
Meld de oorg. Ja, dat is... Ja. Nee, hoor. Nee, er is hier geen politie. Heus niet. Ja, maar mevrouw... Ze kon niet. Was het dezelfde stem? Ja, ze weet dat we de politie erbij hebben gehaald. Dat mens wist helemaal niets van Vera. Dat lijkt mij ook, ja. Ja, dat weten we nou toch niet zeker? Zie nou wel dat we het alleen hadden moeten doen. Hey. Je had gelijk, die foto's van Jacobs zijn al een jaar geleden gemaakt. Hoe weet jij dat? Ik heb die Bartels gebeld. Heb je niet genoeg aan je eigen patiënten? Zo'n groot carcinoom ontwikkelt zich niet in 2 maanden. Dacht je dat ik dat niet wist? Ja, gedaan. Mooi, ja. Dat is voor mij. Cadeautje van pa. Nee hoor, zelf betaald. Heeft een toffe 260. Een stukje rijden? Nee, ik moet naar huis, dank je. Nou, goed thuis dan. Kan ik iets voor je doen? Ik heb 2 keer een abortus gehad. Denk er nou maar niet over na. Je kon ook niet weten dat dit zou gebeuren. Nee. Maar dat ik misschien nu een kind had. Leven je ouders nog? Alleen mijn moeder. Die woont in Spanje. Weet jij toevallig of je moeder tijdens de zwangerschap medicijnen heeft geslikt? Ja, er staat me iets van bij. Heb jij je vroeger ooit gynaecologisch laten onderzoeken? Nee. Stom. Het was na mijn 2e abortus. Het was meteen raak. En mijn moeder had nog zo gezegd dat ik het eens moest laten doen. Ja, is achteraf gepraat. Ik ben bang... Voor die operatie. Aan de operatie zelf zijn weinig risico's verbonden. Weet jij wat vaginaplastiek is? Heeft dokter Messing je dat niet verteld? Ja. Ze had het over een aanpassing als ik niet bestraald word. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Seks kan ik wel vergeten. Misschien valt het mee. Ik krijg problemen met vrijen. Weet ik genoeg. Je wilde nou een vrouw waarmee je niet naar bed kunt. Emma, seks is niet het allerbelangrijkste. Opgeruimd staat netjes. Ik hoop niet dat jullie dat van mij zeggen. Wat wil je horen? We zullen je missen. Eigenlijk wel, ja. Mijn bureau is leeg. Je kunt het weer volproppen. Nou, ik neem geen officieel afscheid. Hè. Ik ga gewoon. Victor, ik... Nee, dat wil ik dus niet. Dag hoor. Oh, Victor. Ik zal je missen. Ik zal hem echt missen. Ik ook. Ik kwam nog net die mevrouw Jacobs tegen op de gang en die blijft volhouden dat een man 2 maanden geleden longfoto's heeft laten maken. En Erik weet er niks van? Nee. Die bedrijfsarts Bartels ook niet. Dan moet Erik dat maar eens gaan uitzoeken. Ja, doe net alsof het hem helemaal niks interesseert. Heb je die nieuwe auto van hem gezien? Nee? Een waanzinnige wagen. Hoe die daar nou aan komt. Kijk eens aan. Hoe gaat het met onze verlofganger? Uitstekend. Weet je wat me vooral zo opvalt, koning?
Ik mis je geen seconde. Bevalt het huishouden je zo goed? Nou, om je de waarheid te zeggen, ik had in jou nooit zo'n huisman gezien. Dat verbaast me niks. Je maakt wel meer beoordelingsfouten. Ik verwacht wel binnenkort een etentje, hè, bij je thuis. Oh ja? Je hebt het natuurlijk te druk. Toch jammer dat je niet kunt genieten van je vrije tijd. Met zo'n handenbindertje thuis. Heel wat vaders zouden jaloers zijn op zo'n handenbindertje, koning. Zie jij je kinderen nog wel eens? Nee, niet geregeld. Blij dat je van ze af bent? Nee, kan ik niet zeggen. Misschien zijn ze wel blij dat ze van jou af zijn. Morgen. Mijn kinderen komen vanavond. Neem ze wat te lezen voor je mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Jacobs, dokter van der Wouden. Hoe maakt het, dan mevrouw? Gaat wel, dokter. Uw vrouw vertelde dat u nog niet zo lang geleden longfoto's heeft laten maken. Waar was dat? In Zwolle. Ja, bij dokter van der Meulen. Mijn man is 2 jaar geleden voor zijn longen bij hem onder behandeling geweest. Ik had het toen ook al op mijn borst. Ja, ze moesten toen vocht wegzuigen. Waarom bent u niet bij die dokter van der Meulen onder behandeling gebleven? Die is pas overleden. Ah. André, een collega van mijn man, was zijn laatste patiënt. Ja, arme André. Ook al dood. Had het aan zijn longen. Ja, ik weet het. Roken, hè? Het is de pest. André heeft zo geleden. Wat heeft hij een pijn gehad, hè, Joop? Maar ja, die was wel veel erger aan toe dan jij. Maar hoe bent u dan hier terechtgekomen? Dokter Bartels heeft me naar dokter Koning doorverwezen. Ja. Meneer Siebeling, die vraagt me dagelijks wanneer hij nou eens eindelijk weg mag. Ja, hij mag al lang. Maar we kunnen nergens een plaats voor hem vinden in een verpleeghuis. Is het goed? Net. Hoe gaat het? We houden het thuis niet meer uit. Doet 's nachts geen oog meer dicht. Dat kan ik me indenken. Ik wou dat we gisteren die politie er niet bij hadden gehaald. De vrouw die wist vast waar Vera was. Echt. Vrouwen ontvoeren toch wel vaker kinderen? Niet om geld, Nel. Omdat ze zelf een kind willen. Hebben er nog helderzienden gebeld? Dagelijks. Iedereen is ineens paragnost. En wat zeggen die mensen dan? Ja, één man beweerde dat hij beelden had doorgekregen van een kerkhof. En dat Vera in een leeg familiegraf zou liggen. Ja, dat is ook macaber. Ja. Ik zou een geheim telefoonnummer nemen. Heeft het politiebericht op de televisie nog wat opgeleverd? Tot nu toe niet. Ik word zo langzaam wat stapelgek. Alle mogelijkheden ben ik wel 100 keer nagegaan. En telkens denk ik dat ik wat vergeet. Het kan er niet bij me in dat ze zomaar weg is. 'S Nachts dan zie ik haar gezichtje voor me. En dan vraag ik waar ze is. Dan zegt ze niks. Ik wil Vera terug. Wist jij dat meneer Jacobs 2 jaar geleden ook al voor zijn longen is behandeld? Jan, als ik je hulp nodig heb bij een diagnose, dan vraag ik dat wel. Ik bemoei me toch ook niet met jouw patiënten? Waar is een dossier? Daar staat in wat ik jou verteld heb. Als je meer wil weten, moet je de bedrijfsarts bellen. Waar is het dossier van meneer Jacobs? Wat heeft dat nou voor zin? Hij gaat toch dood. Dat is een thoraxfoto, even zien. Vertrouw je me niet? Daar gaat het niet om. Er klopt iets niet in zijn medische geschiedenis. Mag jij me vertellen wat er niet klopt aan de diagnose op deze foto? Ja. Longcarcinoom in een vergevorderd stadium. Kan jij nog iets doen voor die man? Nee.
Weet je dat er een DES-actiecentrum bestaat? Is dat een patiëntenvereniging van DES-slachtoffers? Zoiets. Ze hebben al 30.000 vrouwen opgespoord met klachten die in verband worden gebracht met DES. 30.000? En dat is nog maar een fractie. Tussen 1947 en 1975 hebben een paar honderdduizend vrouwen het middel geslikt. Zoveel. Het is ongelooflijk. Het actiecentrum geeft voorlichting, ze doen aanbevelingen over gynaecologen en ze begeleiden bij proefprocessen. Ik zou best met die vrouw willen praten. Weet je, ik voel me de laatste tijd zo anders. Hoe moet ik dat uitleggen? Onvolwaardig. Wat bedoel je met onvolwaardig? Ik voel me niet meer een vrouw zoals andere vrouwen. Het is net alsof ik er niet meer bij hoor. Kun je bij Jan terecht, bij deze gevoelens? Nee, maar dat ligt niet aan hem. Juist ten opzichte van hem voel ik me onvolwaardig. Denk je dat hij het ook zo ziet? Dat zou hij nooit toegeven. Maar dat is ook niet belangrijk. Ik heb dat gevoel. En dat kan je aan niemand uitleggen. Misschien alleen aan die vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt. Misschien moet je eens contact opnemen met het DES-actiecentrum. Toon Bartels. Ja. Nee, dat kan ik van hieraf niet bekijken. Dan wacht hier maar even. Ja, ik ben er met een kwartier. Nou, bedankt. Meneer Bartels? Dat ben ik. Van Garage Bartels? Ja. Dokter van der Woude, ik heb een vraagje over een medewerker van u. Joop? Nee, André. Die is overleden aan een longaandoening. Wat wil je? Rookte een pakje check per dag. Ik heb hem zo vaak gewaarschuwd. Nee, ik kan niet verbieden. Ik ben geen arts. Maar meneer Jacobs gaat het een beetje dezelfde kant op. Zijn er meer mensen met longziekte bij uw bedrijf? Joop, idem dito. Rookt ook als een schoorsteen. Wat kan ik eraan doen? Ja, maar komen er meer longaandoeningen bij u voor? Nee. Nee, de rest is gestopt met roken. Bovendien, ze worden ieder half jaar nagekeken door onze bedrijfsarts. Meer kan ik niet doen. Nee, toch? Dat is dokter Bartels? Ja. Familie? Mijn neef. Als u meer wilt weten, belt u me eens, dokter. Ja. Nou, door die buitenbaar moeilijke zwangerschap kwamen ze erachter dat mijn eyeliners niet goed functioneren. En dat komt door een middel dat jouw moeder heeft geslikt tijdens haar zwangerschap? Ja. Om de zwangerschap te stimuleren. Kenden ze toen de bijwerkingen niet? Nee. Het kwam pas later naar voren bij de dochters van die vrouwen. Je moeder zal zich wel schuldig voelen. Tja, wat denk je? Maar het zijn natuurlijk de fabrikanten die een gat in de markt zagen en snel geld wilden verdienen. Heb je ooit van DES gehoord? Nee. Het zou best kunnen dat jouw moeder dat ook geslikt heeft. Jij bedoelt dat ik daardoor dit gekregen heb? Ja. Dat hadden ze me dan toch wel verteld. Nee, dat doen ze niet zo snel. Je kan het ook niet bewijzen. Je zou eerst aan je moeder moeten vragen of ze in de tijd DES geslikt heeft. Meneer Bartels, die foto's die moeten toch ergens zijn? Ja? Ja, dat is duidelijk. Goedemorgen. Die bedrijfsarts werkt dus totaal niet mee. Waarom niet? Je bent toch een collega? Hij verwijst me naar Erik. Dat begrijp ik niet. Erik, zijn diagnose was toch juist? Tja. En waar zit je dan nog mee? Met die foto's van 2 maanden geleden, daar was niets op te zien. Ja, volgens mevrouw Jacobs, maar heb je dat zelf geconstateerd? Nee, want die foto's die zijn dus verdwenen. En die arts die hem behandelde, die is overleden. Zitten ze echt niet in het dossier? Volgens Erik niet. Je denkt dat iemand iets verzwijgt? Nou, als de familie Jacobs nou zeker weet dat er niets op die foto's te zien was, en 2 maanden later heeft meneer Jacobs opeens een onbehandelbaar bronchuscarcinoom, dan is of het een of het ander niet waar. Vreemd.
Emma. 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 Emma, word wakker. Zo, meneer Jacobs. Wanneer mag u naar huis? Morgen. Wat ik u nog vragen wou, u bent onder behandeling geweest bij dokter Van der Meulen, maar die is overleden. En daarna dokter Bartels. En nu dokter Koning. Bent u nog bij een ander arts voor consult geweest? Nee. Dokter Bartels is uw huisarts en de bedrijfsarts. Dat is wel zo makkelijk, hè? Ja. Wat voor werk doet u precies? Onderhoud en reparatie aan vrachtwagens. En dat doet u nog steeds? Op 30 jaar. Zou u een sputumonderzoek bij u gedaan? Sputum? Speeksel. Heeft dokter Koning ooit het slijm dat u ophoest onderzocht? Niet dat ik weet. Als u het goed vindt, gaan we dat nu even doen. Nu? Ja. Houdt u mee? Ja, ja, ik vind het goed. Sputum. Gaat het? Ja, dat gaat ook. Bloeddruk? 80 om 55. En de pols? 105 regulair. Joy, waarschuw meteen de OK, we komen naar beneden. Ja. Waar komt die bloeding vandaan? Geen idee, die moeten we eerst stoppen. Ga je meteen die operatie doen? Nee, dat kan niet. Hoe haal je het in je hoofd om een sputumonderzoek te doen bij een van mijn patiënten? Sinds Sonja's dood hou ik jou heel goed in de gaten. Dat is helemaal niet nodig. Mag je er even aan herinneren dat jij hier nog werkt omdat ik mijn mond heb gehouden? Dat heb je me beloofd. Dat je tot nu toe gezwegen hebt, maakt jou overigens ook medeplichtig. Jij hebt die fatale injectie gegeven. Jan, je bent volledig gerehabiliteerd. Voor jou is er geen enkele reden om je belofte te schenden. Zodra ik jou betrap op één diagnostische fout, ga je voor de bijl. Ik heb de hele dag nog niets gegeten. Eet jij maar lekker. Je wordt veel te slap zo. Straks ga je nergens meer tegen. Waar moet ik dan tegen kunnen? Dat mijn dochter vermoord is? Moet ik daar tegen kunnen? Flink zijn. Lekker dooreten. Ik bedoel gewoon dat je ook een beetje aan jezelf moet denken. Hoe kan ik dat nou? Hoe kan ik nou aan mezelf denken? Je begrijpt er ook niks van, hè? Ja, het is jouw kind ook niet. Robin, ik ben mijn enige dochter kwijt. Ik kan niet eten. Ik kan niet eten zolang Vera leeft. In elk geval goed dat je hier niet hoeft te blijven, joh. Gelukkig niet. Met de dokter. Goeiedag. Meneer Jacobs, ik heb de uitslag van het onderzoek. In het sputum hebben we asbestlichaampjes gevonden. Ik neem aan dat u op uw werk regelmatig in aanraking bent geweest met asbest. Ja, wat wil je? Dat zit hier al aan remvoeringen. En er heel veel andere onderdelen. Wat wil dat zeggen? Ik denk dat u mesotheliom heeft. Dat is een door asbest veroorzaakte kanker van het borstvlies. Oh? Heeft u dan twee soorten kanker? Nee, het betekent dat we de longfoto's iets anders moeten interpreteren. Maakt dat wat uit? Het lijkt mij stug dat het van die asbest komt. Dan had onze bedrijfsarts daar toch wat van gezegd?
Die bedrijfsarts, dat is een neef van u? Ja. Daar is dan niks op tegen. Gaat Joop er nu niet aan dood, dokter? Uw man heeft een hele ernstige ziekte waar we helaas niets aan kunnen doen. Ja, maar waarom komt u ons dit nu vertellen? Omdat het zo niet kan doorgaan. Er blijven maar slachtoffers vallen door asbest. En het blijkt nu dat er ook artsen bereid zijn hier aan mee te werken door het te verzwijgen. Na het asbestbesluit van 78 heb ik direct zo'n droogreiniger aangeschaft. Dus daar kan het niet aan liggen. Ja, Thoma, dat ding komt alleen tevoorschijn als de arbeidsinspectie op bezoek komt, hè? Meneer Bartels, u weet dat u aansprakelijk bent als u zonder beschermende maatregelen werkt. Dokter, u moest eens weten. Ik ben bang dat uw neef bewust medische gegevens achterhoudt om u een aansprakelijkheidsprocedure te besparen. Hoe komt u daar nou bij? U draagt wel door, dokter. Een collega van u is ook overleden aan een longaandoening? Ja. Ja, André. André. Nou, dat is mogelijk ook een slachtoffer van asbestose. Hoe heet dat, Joop? Ja. Maar ik begrijp het allemaal niet zo goed. Nou, ik denk dat meneer Bartels precies begrijpt waar ik het over heb. Uw neef wist hiervan. En dan wil ik van u weten of dokter Koning hier ook van op de hoogte was. Dokter Koning, dat zal toch niet? Meneer Bartels? Nee, die wist er niks van. Je hebt me nog niet alle foto's laten zien. Mag ik de laterale röntgen even? Waarom? Waar is een dossier? De patiënt is ontslagen. Ik wil niet hebben dat je mijn dossier zit rommelen. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Als jij je dan ook maar kan voorstellen dat ik over dit gedrag van jou met ik een klacht zal indienen. Ik denk dat ik wel meer klachten krijg. Kom je erbij om dit longkanker te noemen? Diffuus verspreide pleuritis met een hobbelige verdikking van de pleura. Dat wijst op een mesotheliom. Zie je dat niet? Heb je alleen de voorwaartse foto bekeken? Ik denk het. Het liegje, je hebt deze ook gezien. Nou, kennelijk niet goed genoeg. Dat ziet een leek toch nog? Bovendien, als je weet dat iemand 30 jaar lang in een garage heeft gewerkt, dan denk je toch onmiddellijk aan asbestose. Ik heb misschien een interpretatiefoutje gemaakt. Het staat hier in het onderzoek van Zwolle. Pleuravocht afgezogen. Heb je het niet gelezen? Ja. Ik weet dat jij dom bent, maar dit geloof ik zelfs niet. Over een uur wil ik jou spreken. Op mijn kamer. Kijk eens wie er is. Hm? Hoe is het gegaan? Prima. Die luiers, dat is echt een fluitje van een cent. Maar ik vroeg me af, zouden we nou voor het milieu niet gewoon weer katoenen luiers gaan gebruiken? Ik bedoel, dit geeft nogal wat afval, toch? Nou, ik las in een artikel dat bij de katoenteelt veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Dat is ook niet zo goed voor het milieu. Nee. En wat denk je van al het stroom en het water en al die wasmiddelen die gebruikt worden? Zo. Oh, het is het druk in het ziekenhuis, hè? Iedereen heeft haast. Dat ben ik niet meer gewend. Ja, ik heb het je gezegd. Zo'n baan past niet bij het ritme van je nieuwe levensfase. Ik heb je gewaarschuwd. Ja, ja. Ik heb je door. Nou, ga maar naar mama. Hé, hey, een schatje van me. Hé, hoe was het met papa de hele dag? Nou, ik moet je zeggen, ik heb geen moment aan het werk gedacht. Geloof ik niet. Ja, daar heb ik geen tijd voor. Ik moest me volledig op het huishouden concentreren. Dat is een dagtaak. Binnenkort wordt het wat rustiger. Gaat ze naar de babygroep van de crèche? Ik realiseerde me dat ik niet zo lang meer heb. Victor, ik wil niet dat je dat steeds zegt. Maar ik bedoel het heel positief. Ik vind het heerlijk thuis. Ik vind het enig om me met Anna bezig te houden. Dan is het goed. Je moet nog heel lang bij ons blijven. Ben ik ook van plan. Wat kom je doen? Even wat afspreken voor morgen. Ik breng je thuis. Dat je het lef nog hebt om hier te komen. Kom op, Joop. Wat is dat nou ineens? Je hebt me al die jaren belazerd.
Ja, die mooie neef van je ook. Dat noemt zich een dokter. Als het uit was gekomen, had ik de tent kunnen sluiten. Waarom? En dat weten jullie niet. Er zijn stichtingen die processen voeren tegen bedrijven waar sprake is van zo'n asbestaandoening. Dat zijn claims van tonnen. Nou, dat zal er wel terecht zijn. Maar ik kan het niet betalen. Je laat je mensen zich liever doodwerken. We hadden gedacht dat het zo vaart niet zou lopen. Nee, dat zie je. En je moet toegeven, Joop. Vroeger gooiden jullie met asbestballen naar elkaar. Toen wist geen mens dat asbest slecht voor je longen was. Misschien hebben jullie het toen wel opgelopen. Jij had maatregelen moeten nemen toen het bekend werd. Ik heb al 2 jaar last van mijn longen en jij wist precies wat er aan de hand was. Had ik het je moeten vertellen? Wat had je eraan? Die ziekte kunnen ze niks aan doen. En die reiniger wouden jullie zelf niet. Je bent niet eerlijk tegen me geweest. En dat had ik van jou niet verwacht. Ik heb met 30 jaar uit de naad voor je gewerkt. Je hebt gewoon tegen ons gelogen. En tegen André ook. Ja, dat is fout. Dat had ik niet moeten doen. U heeft het samen met uw neef, de bedrijfsarts, bewust voor meneer Jacobs verzwegen wat er met hem aan de hand was. Dat heeft hij al eerder gedaan. En daarbij werd u geholpen door dokter Van der Meulen uit Zwolle. Maar die ging dood. En wat heeft u gedaan toen meneer Jacobs zich door een specialist wilde laten onderzoeken? Toen heeft mijn neef hem naar dit ziekenhuis verwezen. Naar dokter Koning? Ja. Waarom speciaal dokter Koning? Meneer Bartels, u krijgt de arbeidsinspectie op bezoek. En uw neef de inspecteur van Volksgezondheid. Goedenavond. Ik dacht dat je na de dood van Sonja wel zou veranderen. Maar daarin heb ik me dus vreselijk vergist. Waar heb je het over? Wat heeft die bedrijfsarts Bartels aan jou gevraagd? Of ik een patiënt van hem kon onderzoeken? Ja, verder? Verder niks. Die Bartels die heeft aan zijn neef, de garagehouder, beloofd dat er geen gevallen van asbestose geregistreerd zouden worden. En daarin heb jij meegewerkt. Jan, wat maakt het nou uit? Of iemand sterft aan een bronchuscarcinoom of mesothelioom? In beide gevallen kunnen we niets doen. Ben jij helemaal van God los? Ze proberen de zaak stil te houden en jij werkt daar gewoon aan mee? Ik heb het belang van de patiënt hiermee niet geschaad. Niet geschaad? Je hebt hem belazerd. Je hebt de hele medische stand in diskrediet gebracht. Ik heb er alleen maar voor gezorgd dat het garagebedrijf niet naar de knoppen zou gaan. Wat kan ik eraan doen dat mensen doodgaan aan asbestose? Ik heb jou beloofd dat ik mijn mond zou houden over Sonja. Zolang jij als arts onberispelijk zou gedragen. Ja? Ja. Dat is dus nu voorbij. Ik zal ervoor zorgen dat jij nooit meer een patiënt zelfs maar aanraakt. In de tuin dat mij wil opeten, zei Hendrik. Nu niet, Hendrik, zei zijn moeder. En Hendrik ging de tuin in. Hallo, monster, zei Hendrik tegen het monster. Het monster at Hendrik helemaal op. Hapje voor hapje. Toen ging het monster naar binnen. Grauw, zei het monster achter de rug van Hendriks mami.
Nu niet, Hendrik, zei Hendriks moeder. Nel. Vera wil altijd dat ik dit voorlees.